Dit is Minecraft, maar ik krijg elk minuut een wapen. En op dit moment heb ik nog geen wapen. Maar als het goed is, krijg ik straks wel een wapen als er een minuut voorbij is. En hé, ik heb ook gelijk gelukt, want er is hier een ruined portal. Dus hé, laten we even kijken wat erin zit. En er zit gewoon een gouden appel in. Wajo, en een golden chestplate, daar houden we van. En we hebben al zelfs bijna een enderportaal. Die hebben we ook gewoon gelijk gekregen. En we hebben het allereerste wapen gekregen. Ja, jullie dachten misschien gewoon diamond zwaardjes en zo. Maar nee, echt wapens. Oké. Ik ben heel benieuwd hoe dit wapen werkt. Ik zie hier een kat, maar die laat ik met rust. Oeh, wat is dit? Is dit een village? Hè? Wat is dit nou weer? Ik zweer je, ik heb dit nog nooit gezien. Ik weet niet waarom ik dit nog nooit heb gezien. Misschien is het raar dat ik dit nog nooit heb gezien. Maar ik heb dit nog nooit gezien. Wat is dit dan weer? Ik heb geen idee. Dit is een village. Dit is wel een village. Ik dacht al. Oké, even dit wapen testen, villager. Boom. Boom. Oké, dit is een sterk wapen. Even kijken of we wat iron kunnen fixen. Bam. 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 Oh nee, oh nee, oh nee. Hij is boos op mij. Ah! Doem, boom, 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 boom. Ja, kijk eens aan. Wajo! 5 iron. Let's go. Oké, deze wapens zijn zeker overpowered. En wat we moeten proberen is de Ender Dragon te verslaan. Dat is natuurlijk het doel altijd in Minecraft. En ik denk dat door deze wapens dat een stuk makkelijker wordt. Wat hebben we nu weer? Een of ander lijpwapen is het ook. Alleen als ik het zo in mijn hand heb, dan zijn ze heel erg klein of zo. Even kijken. Is er een monster die wij kunnen killen? Of een vark of een koe of zo? Dat vind ik ook prima hoor. Ik kan ook minder snel rennen door dit wapen vast te houden. Dat is grappig. Eens eventjes kijken. Au, 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 au. Dat deed pijn. Oeh, ik zie daar schapies. Hallo, schapies. Of deze varken. Boom. Oké, 1 keer schieten. 2 keer schieten en hij is al dood. Maar ik kan hem ook inhouden volgens mij. Oké, dit wapen is heel lijp. Wajo. Hey, we hebben al best wel wat eten nu. Dat is wel chill. Hoppa. Laten we weer even naar die village toe gaan. Om even ook wat meer eten daar te halen. Ja, dit wordt denk ik niet heel moeilijk om Minecraft uit te spelen. Dit wordt eigenlijk best wel makkelijk misschien zelfs. Au, ik moet niet in die dingen staan. Hier hebben we nog een kippie. Kippie, kippie. Boom. Hoppa, kippie is weg. Ja, dit wordt heel makkelijk om Minecraft uit te spelen. Ik heb al zo'n voorgevoel. Dus even kijken. We gaan hier eens even naar binnen lopen. Even kijken of we hier misschien ergens iets van loot kunnen vinden. Eventjes wat eten. Dat zou toch fijn zijn. Een bed. Die kunnen we misschien wel gebruiken. Het is wel een paars bed. Maar oké, dan voor deze keer. Wat hebben we hier? Oeh, een crafting table. En wat is dit? We hebben nog een wapen gekregen, maar ik heb hem niet gezien. Dit is een heel raar wapen. Wat is dit? Waarom hoor ik ook allemaal gekke sound effects? Oké, ik ga dadelijk checken wat dat ding doet. Ik heb alweer echt geen flauw idee wat dit is. Het maakt wel een leuk geluidje wanneer je hem pakt. Tudut! Villager, willen jullie dit aparte wapen voor mij uittesten? 3, 2, 1. Huh? Pew, pew, wow. Wajo? Oké, dit is echt een raar wapen. Ik heb er nog één gekregen trouwens. Ik heb een shotgun gekregen. Villager, het spijt me alvast. Boom! Oké. Hé, ik zeg je eerlijk, dit zijn lijpe wapens. En we hebben wat eten gevonden. Wajo. Hé, die Ender Dragon die gaat geen kans maken, joh. Die Ender Dragon gaat echt geen kans maken. Namelijk over precies 8 minuten spant er een enderportaal. En op die manier kunnen wij dan in de end komen. En dan kunnen wij de Ender Dragon verslaan. En zoals ik net ook al zei, we krijgen elk minuut een wapen. Dus dat betekent dat we nog 8 wapens gaan krijgen. Ik heb op het moment deze wapens allemaal. En ik ben heel benieuwd wat het volgende wapen wordt dat we krijgen. Villager, wat denk jij dat we krijgen? Ik heb ook geen idee als ik heel eerlijk ben. Ik ga je ook even deze farm hier leegmaken. Zo, hoppa. Kijk eens aan. Lekker, lekker. En... bro, wat? We hebben... Oké, ja, we hebben een gekke sniper gekregen volgens mij. Oké, ja, dat is een lijpe sniper. Dit is een hele zieke sniper. Oké, ik ben oprecht benieuwd hoe sterk dit wapen is. Laten we anders nog een village zoeken. Misschien kunnen we weer een Iron Golem tegenkomen. En dan kunnen we een beetje testen welke wapens echt heel sterk zijn. Want Iron Golems hebben aardig wat HP. Ik weet niet of ik snel nog een village tegenkom, maar het zou leuk zijn. In ieder geval, we krijgen nog 7 wapens. En na die 7 wapens, dan komt er natuurlijk een Ender Portaal. En dan kunnen we proberen de Ender Dragon te verslaan met alle wapens die we dan hebben. En wat is dit nou weer? Ik zie hier een zwevend iets. Dat ziet er gek uit. Dat Minecraft het zo heeft ingespant. Kijk dan. Dat ziet er heel raar uit. Daar is ook letterlijk een zwevend eiland. En oh, we hebben het volgende wapen. En ik weet niet waarom ik allemaal anime geluidjes hoor. Maar dit wapen ziet er heel lijp uit. Oké, dit is een lijpwapen. Genoeg vlees in ieder geval. Honger zullen we niet krijgen. Wajo. Oké, laten we ook even wat hout fixen. Kan dat?
Oké, okay, helaas kunnen de wapens geen bomen kapot schieten. Maar dit is wel even chill om te doen. Zo doen we dan. En dan maken we even een crafting table, wou ik zeggen. Maar dat hebben we al. Dan maken we even een pickaxe. Let's go. Kijk eens aan. Zo, hebben we even een pickaxe. Want als we dadelijk de Ender Dragon gaan proberen te verslaan. Wat op zich wel te doen moet zijn. Dan is het wel fijn om misschien wat meer iron te hebben. Gewoon een full setje iron op zijn minst. Dan zijn we niet zo snel dood als we aangevallen zouden worden. En ik hoop dat hier gewoon stiekem iron in de grond zat. Ik gewoon op. We hebben wel kool. Dat kan ook wel handig zijn. Dus laten we die kool ook meenemen. En we hebben weer het volgende wapen gekregen. De ET Omnia Vanitas. Ik heb geen idee. Ziet er wel lijp uit. Even kijken. Oké, okay, volgens mij is deze sterk. Ja, deze ziet er heel sterk uit. Oké, okay, deze ziet er erg sterk uit. Alle mobs gaan in één keer dood. Dus dit is denk ik wel een sterk wapen. Ik probeer mijn inventory ook een beetje leeg te houden. Zodat ik de wapens wel in mijn inventory zie komen. Eerlijk, het zou fijn zijn als we hier even wat iron tegenkomen. Ik denk het wel, toch? Ik moet haast wel. Kijk dan hoeveel hoe stenig gebied dit is. Waar kom je dan wel wat iron tegen? Maar ik zie het toch niet, helaas. Nou, we krijgen in ieder geval nog 5 verschillende wapens als het goed is. En daar is de volgende alweer. Een AK. AK-47 hebben we gekregen. Oké dan. Dat is denk ik wel een chill wapen. Oké, daar gaan we. Boom. Boom, boom, boom. Oké, okay, die andere wapen is sterker. Volgens mij is dat wapen oprecht wel een stukje sterker. Zo, we gaan even iron zoeken, want dat is oprecht nodig. En als het goed is, krijgen we nog 4 nieuwe wapens. En dan moeten we de Ender Dragon gaan verslaan. Dus die iron hebben we nodig. En hier moeten we toch wel wat iron kunnen vinden, als je dit zo ziet. Kool in ieder geval is er genoeg. Even kijken, hier kunnen we ook helemaal naar beneden weer. Hier is zelfs lava. Laten we hier... Ja, naar beneden gaan. En dan hier weer naar boven gaan. En het volgende wapen hebben we gelijk gekregen. En dat is een pistool. Een Kettleman Revolver. Oké, okay, die ziet er heel dik uit. Oh, ik laat hem per ongeluk vallen. Ik eet ook even deze pumpkin pie op. Een Kettleman Revolver. Oké, okay, even reloaden. Oké, okay, dit ding ziet er oprecht heel dik uit. Ook alsof hij echt heel veel damage kan doen. Ik zie er alleen geen mobs, dus ik kan hem niet uittesten. En ik zie ook nergens iron. Hoe kan er nou geen iron hier boven de grond zijn? Moet ik nou echt in een cave gaan? Nou, oké, okay, dan laten we hier gewoon recht naar beneden gaan minen en hopen dat we niet doodgaan, want dan zijn we al onze wapens kwijt. Dat zou niet heel leuk zijn. En als jij nu een duimpje omhoog doet, dan krijg ik... Oh, wat is dit nou weer? Wow. Huh? Wat hebben we hier gekregen? Wat is dit? Oh, we hebben lijp van kogels gekregen of zo. Huh? Wat is dit? Ik wilde net zeggen als je... Oké, okay, ik snap er helemaal niks van. We hebben echt iets heel zieks gekregen volgens mij. Een Scar L... Oké, okay, een Scar L met lijp veel kogels en rare dingen hebben we allemaal gekregen. Even kijken, is er ook iets anders dan deze kogels? Een scope hebben we... Oké, okay, we hebben allemaal dingen gekregen die we misschien erop kunnen zetten of zo. Maar hoe zet je die erop? Oké, okay, ik vind het heel leuk dat ik dit allemaal heb gekregen, maar ik heb geen idee hoe je het erop zet. In ieder geval, als je nu het duimpje omhoog doet, dan krijg ik night vision. Dus like in 3, 2, 1. En dankjewel voor het liken. Oké, we gaan maar gewoon door, want ik snap niet hoe dit allemaal werkt. Ik ga ook gewoon hier even lekker verder minen. Mijn hele inventory zit wel vol. Ik moet eigenlijk even wat dingen weggooien. Anders krijg ik de nieuwe wapens natuurlijk niet. Zo, zo. Even kijken. En dan gooien we dit ook al even weg. En dit weg. En dit weg. En dit weg. Zo, oké. Okay, dan zit mijn inventory weer een beetje leeg. Dan gaan we nu op zoek naar iron. Want ik heb geen idee wat er net zojuist is gebeurd. En hebben we alweer een nieuw wapen gekregen? Volgens mij wel. We krijgen nu zoveel wapens. Ik vind het allemaal lastig om bij te houden. Hé, hey, kijk eens aan. Iron. Wat een geluk. Maar gewoon recht naar beneden en we komen iron tegen. Dat is top. Oké, okay, kijk eens aan. Dat nemen we gelijk mee. We hebben wel even wat meer iron nodig, natuurlijk. Dus laten we naar meer iron op zoek gaan. Let's go. Ik hoop dat ik gewoon eigenlijk een cave tegenkom. Dat zou toch top zijn. Kijk, voor de mobs in die cave hoef ik niet bang te zijn. Dat is één ding wat zeker is. Want ik kill ze allemaal, hoor. Easy peasy, lemon squeezy. Oeh, we komen zelfs emerald tegen. Dat kom je niet vaak tegen. Oeh, kijk eens. Ah, we zijn een cave tegengekomen. En we hebben hier gelijk nog meer iron. Zo. En hier nog meer iron. Even kijken. Ik moet ook echt mijn inventory leegmaken. Want ik mis dadelijk zoveel dingen. Voor dat bed wel gewoon even weg. Ik gooi dit even weg. Ik gooi dit even weg. Zo, hoppakee. Ik neem wel deze iron hier allemaal mee. Ik kom hier weer emerald tegen. Ik zie hier nog meer iron toevallig. Ik denk het wel. Dat moet haast wel. Oeh, en we komen daar monsters tegen. Hey, hallo monsters. Doei monsters. Doei monsters. Oké, okay, dit wapen is zeker overpowered. Oh, een creeper. Hop. Oh, nee. Creeper? Creeper? Boom. Nee, ik moet niet missen. Ah!
Oh, jeetje. Oké, dat was heel slecht voor mij. Wow, wat? Oké, daar is er nog één. En die creeper, die hebben we wel. Kijk eens aan. Deze iron hier nemen we mee. En deze iron nemen we nog even mee. En ik denk dat we dan wel genoeg hebben voor een full setje iron armor. 19 iron, dat is zeker meer dan genoeg. Laten we snel weer naar boven gaan. Want elk moment kan die ender portaal komen. En dan gaan we gewoon de ender dragon proberen te verslaan. Wat met deze wapens niet heel lastig moet zijn, toch? Zou je zeggen? Hè? Zou je zeggen? Oké, we hakken nog even hier een boom. Zo. Hoppakee, dan pakken we hier even dit. Dan maken we daarvan een... zo, hoppakee. Ik heb weer wat nieuws gekregen. Flint rock bullets. En een lijpwapen, yo. Oké, wacht. Maak je even snel wat ovens mee. Zo. Even nog meer ovens. Yes, dat zal wel genoeg zijn. En die ovens, die zetten we eventjes neer. Boom. Boom, 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 boom. Boom, hoppakee. En dan doen we even zo. Ondertussen droppen er allemaal wapens uit mij, omdat mijn inventory natuurlijk vol zit. Oké, als het goed is, is dit genoeg. Ik heb echt lijpe wapens gekregen. Dit is een flintlock blijkbaar. Oké. Dit reloaden duurt heel lang. Ik denk wel dat dit een heel sterk wapen is. Dus dat we die zeker moeten gebruiken. En ik had dit wapen ook nog gekregen. Even kijken totdat deze reload is. Dit wapen hier. Een smart rifle. Dit ziet er ook wel echt lijp uit. Hoppakee. Oké, dit is ook wel een heel sterk wapen. Oké, oh joh, we hebben dit hier ook nog gekregen. Wat heb ik veel wapens. Tactical crossbow. Oké, boom. Jeetje, oké, ik heb echt lijpe wapens. Ik heb echt veel ook nog niet gezien. Dit hier bijvoorbeeld. Oh, die heb ik wel gezien volgens mij. Ja, die heb ik wel gezien. Oké, we hebben echt heel veel wapens, maar echt niet normaal veel. Ik zal ze hier eens even allemaal hier op een rijtje ziet staan. Dan denk je ook echt, wajo. Oké, laten we even dit allemaal eruit pakken. Zo, en dan gaan we hier even naartoe. En dan kunnen we even kijken. We hebben nog een broek nodig. Zo, een broek hebben we nodig. En een schoenen hebben we nodig. Kijk eens aan. Boom. Doen we die gelijk aan. Zo. En dan krijgen we weer een wapen. En dat is de M2000. Oké. Dit wapen ziet er ook zeker sterk uit. Ja. Ik denk dat we genoeg wapens hebben. Laten we een M-portaal inspannen. En laten we gaan kijken of we de Ender Dragon aan kunnen. Daar gaan we dan. Let's go. Oké. Ik besef me nu dat ik helemaal geen blokken mee heb genomen. Dat is niet heel erg slim. Dus we moeten even beginnen met dit hier zo weghalen. En oké, er vallen hier ook gelijk dingen naar beneden. Ik weet niet wat dat was. Maar dat was niet zo slim dat ik dat... volgens mij was dat een Molotov cocktail of zo. Oké, even kijken. Zo. Ja, gewoon op mijn dode gemak. We gaan die Ender Dragon wel killen. We moeten alleen wel echt oppassen voor monsters. Oké, hoppa. Goede jump. Yes. Even kijken. Een wapen waarmee ik veel kan schieten. Dat is dit wapen. Oké, dit is top. Dit is top. Kijk, die dingen. Oh, dit. Oké. Dan ben ik vergeten natuurlijk dat ze kunnen teleporteren. Dit gaat nu al fout. Snel naar beneden. Zo. Ja, Oké, dit ging nu al gelijk fout. Ik ben blij dat ik de M-portaal volgens mij dichtbij hier heb gezet. Want mijn wapens liggen nu wel nog op dat platform. Dat is wel fijn. Ik moet niet op die dingen schieten. Oké, ik heb maar gewoon een nieuw M-portaal gemaakt. Ik heb ook weer een wapen gekregen. Last words of zo. Het ziet er lijp uit. En ik heb even wat cobblestone voor mezelf ingespat. Oh nee. Oh, jeetje. Zijn ze dood? Ik hoop dat ze dood zijn. Volgens mij is wel. Wow. Staat er ook opeens. Au! Oh nee. Waar is die nou? Oké. Volgens mij zijn ze dood. Ik heb geen idee. Ik moet in ieder geval oppassen. Ik heb al heel veel wapens gekregen. Ik heb... Oh, een bulletproof vest. Oh, die is chill. Oh, die geeft me heel veel armor. Oh, maar ik heb eigenlijk echt heel... Eten nodig. Jeetje, wat is dit irritant. Oké, beter ligt die bulletproof vest er nog. Even kijken. Die ender portaal, die was die kant op. Oké, daar zijn we weer. Ik heb een bulletproof vest aan, die er heel dik uitziet. En ik ben benieuwd of ik door die dingen kan schieten. Oh, dat kan. Oh, dan wordt dit een easy. Oké, ik moet alleen even goed oppassen. Ik moet niet in de enderman in de ogen kijken. Ik moet alles... Nee. Ik kan die endermans gewoon echt niet aan. Dat is het probleem. Ik heb te slechte armor en ik ga zo snel dood. Oké, kom op. Even reloaden. Waarom heb ik niks dat hun in één keer kan killen? Dat zou zo chill zijn. Misschien heb ik dat wel trouwens. Misschien weet ik dat alleen niet. Even kijken. Wegwezen. Hij moet reloaden. Oh nee. Ik heb hier nog een crossbow. Oké, kom op. Boom. Hoppa. Oké, dat doet heel weinig damage. Oké. De dol. Die endermans zijn veel te overpowered. Het gaat me gewoon niet lukken, jongens. Het gaat me gewoon niet lukken. Het spijt me, oké? Het spijt me. Vind je dit wel een leuke video? Vond je het vet dat ik elke minuut wapens krijg? Abonneer dan even, want het was best wel moeite om die wapens allemaal te fixen. Dus abonneer als je dit een leuke video vond. En wil je nou nog zo'n leuke video zien als dit? Klik dan even hier. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.